Ik kan u verzekeren dat met de aanvulling van deze nieuwe rechters de rechtspraak enkele goede meters zal maken de komende jaren. Opleiden van nieuwe rechters en ondersteuners, digitalisering van de rechtspraak en decentralisatie van de rechtspraak zullen continue aandacht hebben binnen het beleid van het Hof. Achterstanden die zullen worden weggestreven na uitvoering van het project weggeschreven achterstanden zullen niet meer mogen worden opgebouwd. Bij verder uitbreiden van de capaciteit met meer rechters en ondersteuners zal het Hof zich ook richten op meervoudige kamers in eerste aanleg en vaste hoge beroepsrechters. De regering heeft bijzondere ondersteuning aan deze onderdelen van het beleid van het Hof toegezegd. Bestuursrechters zullen onder hoogten komen kijken en inzichten om herstelrecht toe te passen in de strafsector zullen worden uitgewerkt. Mediation en arbitrage moeten worden bevorderd en aangemoedigd. De commissaris gevangeniswezen van het Hof van Justitie zal tijd kunnen inruimen bij uitbreiding van capaciteit om samen met het dienst forensisch maatschappelijk zorg plannen uit te werken voor een gestructureerde en gedegen terugkeer van gedetineerden uit de gevangenisinrichtingen in de samenleving. Een niet te onderschatten onderdeel bij de verwording van deze jonge rechtsstaat. De mensen die in de fout zijn gegaan, die veroordeeld zijn, moeten de kans terugkrijgen. Er moet gestructureerd, er moet gedegen benadering komen om deze mensen weer in de samenleving te krijgen. Anders krijgen we draaideur mensen die terugkomen bij ons. Moeten we niet hebben. Het zwaard van vrouw Justitia, dat is de deurwaarderij, die zal versterkt worden. En de advocatuur zal bij elke ontwikkeling worden betrokken, zoals nu reeds gebeurt. Dames en heren aanwezigen, er is veel werk aan de winkel. Laten we geen tijd onnodig verliezen. We zullen en moeten het samen doen. De oogst is rijk. Goede arbeiders zijn gering. Laten wij investeren in onze human capital. En waar nodig en mogelijk deze inhuren voor de ontwikkeling van de rechtspraak. Ik dank de dierbaren en de families van de geïnstalleerde rechters voor hun onvoorwaardelijke steun aan hen bij het vervullen van hun taken en verantwoordelijkheden binnen de rechtspraak. En mijn felicitaties en waardering gaan op deze dag daarom in het bijzonder naar u uit. Mijn dank gaat voorts uit naar de collega-rechters die vol overgave en oprecht, toch overbeladen met werk, toch de schouders onder het werk zijn. Houd vol, er komt meer verlichting. Onwillekeurig waren mijn gedachten op deze voor mij bijzondere dag. Af naar wijde mijn moeder, zelfvisser Iwan Rasoelbaks, die mij al zoveel jaar is komen te ontvangen toen ik een jongen was van 7 jaar. Maar ik ben opgevangen door mijn pleegmoeder en mijn gedachten gaan vandaag ook naar haar. Zij is onlangs overleden en zonder dat is Gisla Heloïse Dorne Brandon. En zonder deze twee moeders was ik hier niet.